Homerus Ilias, boek 4 vanaf vers 62. In de godenvergadering heeft Zeus voorgesteld vrede te brengen tussen de Grieken en de Trojanen. Hera is het hier niet mee eens. Zoveel moeite voor niets. Zeus reageert dat hij niet begrijpt waarom Troje moet vallen, maar de oorlog wordt hervat. Ze moet hem later alleen niet dwarsbomen als een andere stad moet vallen. Hera geeft aan dat zij alle recht heeft gezien haar afkomst. En als ze dat kenbaar heeft gemaakt, gaat ze over tot het hervatten van de oorlog. Al, maar, en dan etoi men, kun je lezen als alleen maar men. En dan taut is de alfa weggevallen, tauta, onzijdig meervoud, deze dingen. Hypo eixomen, een conjunctivus aoristus. De omicron moet je lezen als een omega en dan heb je de verlengde uitgang van de conjunctief. Hier hebben we te maken met de conjunctivus in de hoofdzin. Er zijn drie mogelijkheden, aansporing, verbod of twijfel. Bij een verbod heb je altijd meh, dat hebben we niet. Bij een twijfel of een aarzeling heb je vaak een vraagzin. Heb je hier ook niet en hier hebben we dan te maken met een aansporing. In de eerste persoon meervoud laten wij toegeven. En aan wie staat in de dativus alleloisi en dativus meervoud aan elkaar. Maar laten wij deze dingen aan elkaar toegeven. Met dat tauta wordt dan vermeld dat Zeus Hera toestaat om Troje te verwoesten, terwijl Hera dan later Zeus toestaat om een andere stad te verwoesten. En dan zien we dus ook een heel mooi chiasme. Aan jou, ik, dus ik sta het aan jou toe en Sude, maar jij, een mooi aan mij. Dus ik aan jou, zij zal Zeus toestaan een stad te verwoesten, en maar jij aan mij, jij staat nu. En dan in dit specifieke geval is Troje. We hebben hier niet alleen te maken met een chiasme, maar dat zie je aan de kleurtjes. Datief is dan de A en dan de nominatieve vormen zijn de B en dan zien we weer een datieve A. Maar we hebben ook te maken met een parallelisme. Eerst jij en dan ik. Jij, ik, jij, ik. Dan gaat hij verder met een tmesis vorm. AEP hoort bij hepsontai. Futurenvorm, zij zullen volgen. En het onderwerp is Theoi Alloi. En dan in Enjamement Athanatoi, de onsterfelijke goden. Nou, het is ook een pleonasme, want de goden zijn altijd onsterfelijk. Maar hier mooi in Enjamement toegevoegd. Sude, en jij. En dan Tasson is een bijwoord. Zo snel mogelijk. En vervolgens Athenai, een dativus enkelvoud aan Athene. En dan hebben we Epitailoi, een aoristus, een pseudo-sigmatische aoristus. De stam van het werkwoord is verlengd en het is een gebiedenwijs enkelvoud. En de uitgang is eigenlijk zoi. Aan Athene draag op. En wat hij moet opdragen staat in 65 tot en met 67. Eltijn, om te gaan. Infinitief is aoristus bij ergomai. En dan S is gelijk aan ijs. Om te gaan naar en waarna je toe gaat, staat in de accusativus. En dat staat helemaal achterin. Fulopin oinen. Naar de verschrikkelijke strijd. En van wie die strijd is, staat in de genitivus tussen van de Trojanen en de Grieken. Dit is geen hyperbaton of iets dergelijks. Want alle woorden die tussen S en oinen staan, horen bij de constructie. Waarom ze zou moeten gaan, staat met pairaan de, om te proberen. En dan zien we hoske. Hoske plus een conjunctivus betekent dat, om te proberen, dat. Onderwerp is dan troes, dat de Trojanen. En daarna volgt de accusativus, de hyperkudantazagaius, de overmoedige Grieken. En wat de Trojanen met die overmoedige Grieken moeten doen, staat aan het begin van vers 67. De Trojanen zullen beginnen. Waarmee zij zullen beginnen staat met de infinitivus delezastai, schade toe te brengen. En daarbij hoort dus het leidend voorwerp dat de Trojanen zullen beginnen om schade toe te brengen aan de overmoedige Grieken. En dat doen zij proteroi, congruet met troes, als eerste predicatief te vertalen. En zij doen dat hyperhorkia. Hyper betekent hier in strijd met en horkia is het verdrag. Dat is de wapenstilstand dat was afgesproken. Nou, weer hebben we de constructie Hera bedenkt een plan en Athena moet het uitvoeren. De Trojanen
schenden het verdrag en daardoor zou de strijd weer oplaaien en daardoor zal Troje vallen. En dan lezen we Hose Fatol. Nou, de Eva-tol is de derde enkelvoud. Zo sprak hij of zij. Nou, het onderwerp hierbij is Hera. Dus zo sprak zij. Oede en niet apitese. Een aoristes derde enkelvoud. En niet ongehoorzaam. En daarmee hebben wij een litotes. De ontkenning van een begrip waardoor het tegendeel benadrukt wordt. Niet ongehoorzaam. Hij gehoorzaam dus. En het onderwerp daarbij is pater, de vader. En van wie staat met de genitivus? Androonte, theonte. Te achter een woord. Is hetzelfde als Kai ervoor, van de vader van en mensen en goden. Meteen, dat is autica, en dan de persoonsvorm prosauda, sprak hij tegen. En tegen wie je spreekt staat in de accusatives, maar ook wat je zegt staat in de accusatives. Hij spreekt tegen Athena en hij spreekt de epia ptoroenta. Epia ptoroenta is een vaste uitdrukking, een vaste formule geworden. Het zijn de gevleugelde woorden. In vers 70 is dan het bijwoord aipsa en dat is een bijwoord bij het werkwoord elte. Elte is een gebiedende wijs aoristes. Imperatives van de aoristes heeft een duidelijk begin en eindpunten, maar je vertaalt het als een prijzensvorm. Ga, aipsa, mala, ga zeer snel en s is weer ijs. En de accusatives die erbij hoort, staat er direct achter. Eis straton, naar het leger. En dan hoort meta plus een accusatives daarbij naar de Troaan, de Troaas, het zijn de Trojanen, kai achaios, naar de Trojanen en de Grieken. Waarom ze moet gaan, staat in de infinitives. En je zult zien dat 71 en 72 zijn identiek aan 66 en 67 die we zojuist hebben gelezen. Peiraan, een infinitief is present. Hier infinitief in plaats van imperatief en probeer. En wat ze moet proberen staat met de hoske plus een conjunctivus. En die conjunctivus is arxosi. En probeer dat de Troes, de Trojanen, de overmoedige Grieken, dat de Trojanen zullen beginnen Dele zastai, het verdrag te schenden, als eerste proteroi. En zij doen schade aan de overmoedige Grieken in strijd met het verdrag Hyperhorkia. Nou, Athena heeft nu de opdracht van Zeus gekregen. Hoos, zo, en dan aipoon is participium present, participium aoristes. Aip is de aoristesstam en oon is de uitgang van het presens participium. Vertaal als aoristes, nadat hij had gesproken, dus zo gesproken hebbend. O trune, een imperfecte vorm, spoorde hij aan. En dan paros is een bijwoord, vroeger of eerder. En het is het bijwoord bij het bijvoeglijk naamwoord me mauian. Nou, accusatives enkelvoud vrouwelijk hoort bij Athena, de eerder vurige Athene. En dan de leidt weer in dat het onderwerp wisselt. En be is dan de derde persoon enkelvoud van het aoristes van het werkwoord bino. En zij ging, hoe zien we nou dat in dit deze zin bij het onderwerp Athene is, en dat zien we aan het participium. Dat laatste is het participium aixasa, is een aoristes participium, vrouwelijk nominativus enkelvoud. Dus we weten door het participium dat het onderwerp een vrouw moet zijn. En zij ging, kata plus een genitivus, karenon is de genitivus die erbij hoort, vanaf de toppen. Welke toppen? En dat zijn de olympoio. De uitgang oio is de uitgang u in het Attisch. De toppen van de Olympos. Nou, dit deel is ook bekend van boek 1, paragraaf, vers 44. En dan is Apollo degene die afdaalde. Het participium bij Apollo was boos zijnde wat betreft zijn hart, en Athena is aixasa, zij beweegt zich snel. De handeling van het participium is gelijk aan de handeling van de persoonsvorm. Zij ging en, nou ja, aixasa, zij bewoog zich snel voort. En dit noem je dan het coïncident.
gebruik van het participium en je kunt het participium dan met door vertalen, door voor te schieten. En hierna begint er een vergelijking op welke manier Athena dat doet.